Hi. Vanaf april 2012 wordt Joomla 1.5 niet meer ondersteund. En dan krijg ik vrij veel vragen van mensen die me dan vragen... Wat betekent het dan precies dat Joomla niet meer ondersteund wordt? Werkt mijn website dan in één keer niet meer? Of gebeurt er iets spannends waarmee mijn website verruineerd wordt? Of ja, wat moet ik me daar precies mee voorstellen dat Joomla niet meer ondersteund wordt? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je website blijft gewoon werken. Dus wat dat betreft is er niet zoveel aan de hand. Alleen je loopt wel een risico. Want op dit moment worden er regelmatig beveiligingsupdates uitgebracht voor Joomla. En stel je voor dat er een beveiligingslek wordt ontdekt in Joomla. Dan worden daar patches voor geschreven, dus updates op de Joomla-code. En die kun je installeren op je website. En dan is je website weer beveiligd tegen die beveiligingslekken. Na april 2012 zullen die updates voor Joomla 1.5 niet meer gemaakt worden. Dus wordt er dan een beveiligingslek geconstateerd, dan loop je een serieus risico met je website. Omdat dat lek wordt niet meer gedicht en je hebt dus dan een beveiligingslek op je website. Dus daarom is het wel verstandig om voor april 2012 de Joomla 1.5 website geüpgrade te hebben naar een nieuwere versie. Soms verschijnen er trouwens ook updates bij nieuwe technologieën. Stel je voor dat er nieuwe webbrowsers worden uitgebracht. Dan wordt Joomla ook geüpdate om goed te kunnen werken met die nieuwe versies van webbrowsers. Dus ook dat soort updates zullen na april 2012 niet meer gemaakt worden voor Joomla 1.5.